Hier, Rien. Hier. Rinus kijkt goed rond en schiet de bal naar Rick. Die gaat snel met de bal naar voren. Zouden de zwervers uit Kapel aan de IJssel vandaag winnen? Rinus Terlouw heeft niet veel tijd om uit te rusten. Daar krijgt de tegenstander de bal. Rinus gaat er snel op af. Gelukkig, de bal gaat weer in de andere kant op. Het gevaar is geweken. Achter Rinus staat de keeper. Wat is die blij met zo'n goede verdediger als Rinus? Dat maakt het heel moeilijk voor de tegenstanders, want als je hem voorbij komt. Als je Rinus voorbij wilt komen, dan moet je wel heel goed je best doen. Langs de kant van het veld staan een paar mannen. Eén van hen heeft een schrijfboekje in zijn hand. De ander wijst naar Rinus. De mannen kijken elkaar aan. Ze zeggen wat tegen elkaar. De man schrijft wat in zijn schrijfboekje. Waar zou het over gaan? Ze kijken weer naar Rinus. Die kan zo goed voetballen. Zo'n speler hebben ze nodig bij DCV, hun club in Krimpen aan de IJssel. Ze zullen het gauw met hem gaan bespreken. Een poosje later. Met rode gezichten lopen de spelers naar de kleedkamer. De wedstrijd is voorbij. De zwervers kijken trots en blij. Ze hebben weer gewonnen. En Rinus, hij krijgt een klap op zijn schouder. Weer goed gedaan, Rien. Je hebt de tegenstander goed gestopt. Rinus lacht en zegt, daar ben ik toch voor. Als ze omgekleed zijn, stapt Rinus op zijn fiets. Zijn voetbalkleren heeft hij in de tas. Hij gaat op weg naar huis. Met zijn ouders woont hij in de Dorpsstraat, op nummer 160. Maar wat is dat nou? Hij stopt bij nummer 158. Dat is het huis van de buren. Rinus pakt zijn tas en gaat ermee naar binnen. Even later komt hij terug, zonder zijn tas met voetbalkleren. Dan pakt hij zijn fiets en zet hij in de schuur bij huis nummer 160. En daar gaat hij naar binnen. Zijn ouders, zijn vader en moeder, zijn thuis. Zij zijn vanmiddag naar de kerk geweest. Het is immers zondag. En nu drinken ze koffie. Dag Rien, zeggen ze. Rinus drinkt snel wat in de keuken en gaat dan naar boven. Daar ligt hij al snel lekker op zijn bed. Nu even uitrusten hoor. Maar waarom ging hij niet gelijk naar huis? Waarom ging hij eerst naar de buurvrouw? Wel, om zijn voetbalkleren te laten wassen. Kan zijn moeder dat dan niet? Ja, natuurlijk wel. Maar ze doet het niet. Rinus voetbalt op zondag bij de zwervers. Hij gaat niet mee naar de kerk. En daar zijn ze heel verdrietig om. Heel vaak hebben ze met Rinus gepraat. En ze hebben gezegd, Rinus, wil je ermee stoppen? Maar dat wil Rinus niet. Hij kan zo goed voetballen en hij doet het zo graag. Veel liever dan meegaan naar de kerk. Wat denk je? Wat zullen zijn ouders doen? Zij bidden, Heere, wilt u Rinus bekeren? Wilt u de belangrijkste worden in zijn leven? Mag onze Rinus u gaan dienen, Heere? Maar waar zijn de mannen met het schrijfblokje gebleven? Zij zijn teruggegaan naar huis, naar hun eigen club in Krimpen aan de IJssel, DCV. En daar praten ze over Rinus. En die moet bij ons komen spelen, zeggen ze. Het is zo'n goede verdediger. En later gaan ze met hem praten. En kort daarna is Rinus voetballer bij DCV, de club in Krimpen. Het is enkele jaren later. Weer zien we Rinus op het voetbalveld. Maar niet in een shirt van DCV.
Ook niet in de blauw-witte kleren, voetbalkleren van Sparta uit Rotterdam. Want daar is hij daarna weer gaan voetballen. De laatste tijd voetbalt hij bij Sparta. Maar wat heeft hij nu aan? Hij staat op het veld in een witte sportbroek en een oranje shirt. Een shirt met een leeuw erop, een witte leeuw. Hè? Speelt Rinus Terlouw voor het Nederlands elftal? Het is echt waar. Hij kan zo goed voetballen en hij hoort nu bij de beste voetballers van Nederland. Kijk, daar staan ze op het veld. 10 mannen en in het doel hun keeper. De voetballers, het elftal van Oranje. De keeper staat in het doel en een stukje daarvoor staat Rinus. Hij zal ook nu weer verdediger zijn. Tegenover het Nederlandse elftal staat het elftal van Engeland. De scheidsrechter fluit en de wedstrijd begint. De bal wordt afgetrapt. Rinus staat daar wat naar achteren. En als er gevaar dreigt, dan gaat hij erop af. De tegenstander komt hem bijna niet voorbij. Het is spannend. Maar hij verdedigt goed. Hij stopt bijna elke bal. Op de tribune zitten veel mensen. Ze zwaaien met vlaggen de Nederlandse vlag. En hoor eens, nu beginnen ze te juichen. Nederland heeft gescoord. De Engelsen doen hun uiterste best. Zij willen ook doelpunten maken. Maar de keeper van Oranje heeft het rustig vandaag. Rinus houdt de meeste ballen tegen. Soms tikt hij de bal terug naar de keeper en die schiet hem dan weer ver naar voren. Weer klinkt gejuich. Handen gaan in de lucht. Nederland gaat winnen. Na 90 minuten is de wedstrijd voorbij. De scheidsrechter blaast voor het laatst op zijn fluit. Nederland heeft gewonnen. Het is 3-0 voor Nederland. De mensen op de tribune, ze juichen. Sommigen gaan staan dansen op hun stoel en weer zwaaien ze met vlaggen. Anderen proberen op het veld te komen om in de buurt van de spelers te komen. Maar die gaan aan de overkant al naar binnen, naar de kleedkamer. Rinus Terlouw is trots op het team en op zichzelf. Hij heeft het toch weer gefixt. De meeste ballen kon hij stoppen. Of op tijd naar een andere speler overspelen. Weet je hoe de mensen Rinus de verdediger noemen? Ze noemen hem Rinus de Rots. Moe en tevreden zitten ze even later in de kleedkamer. Ze praten nog wat na over de wedstrijd. En daarna gaan ze weer naar huis. Rinus gaat ook weer naar huis. Hij is inmiddels getrouwd en heeft een paar kinderen, maar hij woont nog steeds in Capelle aan de IJssel. Het is weer heel wat jaren later. Voor in de kerk staat een grote, brede man. Hij heeft een zwart pak aan, een wit overhemd en een zwarte stropdas. Hey, kijk eens naar dat gezicht. Die kennen we. Een bekende. Het is Rinus Terlouw. Maar met een zwart pak. Geen blauw-witte sportkleren. Geen oranje shirt met witte leeuw. Een zwart pak en een ernstig gezicht. Stil luistert hij naar de dominee. Hoor eens wat die zegt. Maar Rinus Terlouw, voelt u in uw hart dat God u roept om diaken te zijn? En als de dominee nog 2 vragen gesteld heeft, dan kijkt hij naar Rinus en Rinus kijkt in de ogen van de dominee. En iedereen kan het horen. Hij zegt ja. Voortaan zal Rinus Terlouw diaken zijn in de kerk, in Nieuwekerk aan de IJssel. Maar wat is er gebeurd? Wat is er eigenlijk allemaal veranderd?
heeft de Heere het gebed van zijn vader en zijn moeder verhoord? Ja, de Heere is in het hart van Rinus gaan werken. En weet je wie de Heere daarvoor gebruikt heeft? Gewoon een man op zijn werk. Een collega op de scheepswerf in Krimpen. Toen Rinus ouder werd, is hij gestopt met voetballen. Hij trainde nog wel de jongens van zijn club, zijn oude club in Krimpen. 'S avonds of op zaterdag. Maar overdag moest hij nu gewoon werken op de scheepswerf. En daar praatte een collega met hem over de Heere in de hemel. Hoe goed het is om de Heere te dienen. En Rinus, dat moet jij ook doen hoor. Keer terug naar de Heere. En de Heere gaf dat Rinus na ging denken over zijn leven. Over alles wat hij deed. En hij kreeg berouw in zijn hart dat hij zo lang zonder de Heere leefde. En toen is de Bijbel weer voor hem opengegaan. Is hij in de Bijbel gaan lezen. Hij wilde weer de Heere gaan dienen. Maar hoe moest dat nu? Hij had heel veel voetbalspullen, foto's en bekers en nog meer spullen. Past dat allemaal bij elkaar? Rinus vond van niet. Hij ging alles opruimen. Alle voetbalspullen moesten weg. En hij kon ook geen voetbaltrainer meer zijn. Op een dag kwam er een ouderling met een paar dikke boeken. Kijk eens, Rinus, zei hij. Die moet je maar eens lezen. Het is een boek van dominee Brakel, De Redelijke Godsdienst. 2 dikke boeken. Nou, dacht de ouderling, daar is hij wel een poosje mee bezig. Maar 2 weken later brengt Rinus ze weer terug. Beide boeken had hij uitgelezen. Achter elkaar. En hij wilde nog meer leren en lezen over het dienen van de Heer. En nu mag hij diaken zijn. Elke zondag zit hij in de kerk. Denkt hij nooit meer aan voetballen? Jawel, als hij in de verte ergens hoort juichen, dan schrikt hij telkens weer. Hij denkt aan vroeger. Wat was hij veel op het voetbalveld? Wat leefde hij zonder de Heer? Het liefst zou hij alles vergeten. En daarom praat hij er nooit meer over. Later is Rinus de Lauw gestorven. Niets herinnert meer aan hem. Of, ja, toch wel. In Kapel aan de IJssel werd op een dag een nieuwe straat aangelegd. En die straat moest ook een naam krijgen. Als het klaar is, die straat, dan komt er een straatnaambord te staan. En kijk eens wat erop staat. Rinus ter Lauwpad. En daaronder 1922-1992. Voetballer Sparta. Was dat zo? Was hij voetballer tot hij ging sterven in 1992? Nee. Rinus de Rots werd door de Heere opgezocht. En hij mocht nog 17 jaar de Heere als diaken dienen. Zeg, het gebed van een biddende vader en een biddende moeder heeft de Heere verhoord, omdat hij dat wilde, tot eer van zijn naam.